7 jaar geleden ben ik begonnen bij de bibliotheek. Nadat ik jaren reguliere bezoekster was met mijn kinderen, ging die op een gegeven moment naar school en kreeg ik wat tijd over. En ben ik op de vrijdagochtenden gaan werken in de bibliotheek om mensen te helpen om met een goed boek de deur uit te gaan. Ik vind het als persoon belangrijk om mijn steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij. En in mijn geval sluit de bibliotheek daar heel goed op aan. Ja. Ik vind lezen heel belangrijk voor volwassenen, voor jongeren, maar zeker ook voor kinderen. Ik vind het leuk om vrijwilligerswerk te doen, om vanuit een stukje zorgzaamheid voor de naaste en de medemens te helpen. Op diverse plekken, maar vooral voor mij in de bibliotheek. Om zo te zorgen dat mensen geholpen worden. Ik vind het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Het werk als vrijwilliger bij de bibliotheek bestaat vooral uit het er zijn voor de klanten, wegwijs te maken in de bibliotheek. Maar ook transportkisten leegmaken, reserveringen voor klanten klaarzetten. Zorgen dat alle klanten geholpen worden en daarna alle boeken recht in de kast zetten en zorgen dat alles er weer netjes uitziet. Een ideale collega of vrijwilliger is iemand die het werk ook leuk vindt, waar je prettig mee kan samenwerken, ook van afwisseling in het werk houdt en waar je gewoon een gezellig contact mee hebt. Iemand die vriendelijk is, die behulpzaam is, die geduldig is en die ook wat humor bezit. Herken je jezelf hierin? Meld je dan nu aan als vrijwilliger.